van zijn verhaal. Want hij zegt, macht en tegenmacht is echt uit balans in Nederland. De regering heeft veel te veel macht. Het parlement moet eindeloos soebatten om stukjes informatie te krijgen met verschrikkelijke gevolgen, zoals in de kindertoeslagaffaire. Heeft hij een punt? Ja, hij heeft zeker een punt. En er zitten twee verschillende dingen. En hij heeft op beide een punt. Het ene is dat in het geval van de kinderopvangtoeslagaffaire binnen de Belastingdienst belangrijke signalen, sorry, jargon, hè, dus dat er iets misgaat, niet naar boven komt, naar de ambtelijke en politieke leiding. Dus we hebben heel lang gepraat in het kabinet, hoe gaan we om met dat rapport waar Merel ook aan heeft meegewerkt? Hoe gaan we ermee om ervoor te zorgen? Ik vind het verbazend dat, als ik daar even op in mag gaan, ik vind het dan heel erg verbazend als onderdeel van die ondervragingscommissie dat het kabinet dan zegt van eigenlijk een vlucht naar voren nemen, 3 dagen voor het ingeplande debat zeggen, jongens, wij nemen onze politieke verantwoordelijkheid, we treden af. Vervolgens wordt dat debat van de agenda afgehaald. Zou je een vraag willen stellen? Nou ja, wat gaat de heer Rutte nou aan die leemlaag doen? Okay. Hoe gaan we ervoor zorgen dat want er wordt alleen maar over het herstel gesproken, maar er wordt niet gesproken over hoe heeft de ellende nou kunnen ontstaan en hoe gaan we in de toekomst voorkomen dat het gebeurt? Nou, we hebben volgens mij twee fundamentele besluiten genomen als kabinet. Het eerste is dat je moet zorgen dat de ambtelijke en politieke leiding weet wat er in die organisatie gebeurt. Dus dat is één deel van de reactie. Daar hebben we een hele hoop acties op gezet hoe we dat willen doen. Het tweede is, waar het gaat om de informatiepositie, ook van de Kamer, maar ook van journalisten, dat we hebben gezegd, wat in de wet staat al sinds de jaren 80, namelijk dat, wat dan heet, de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren, dat die niet hoeven te worden verstrekt. We hebben nu gezegd, die gaan we vanaf nu wel verstrekken, tenzij het in een proces een rol speelt die speelt, of iets is met privacy van mensen. Maar normaal gesproken is de bedoeling dat we dat wel verstrekken. En wanneer is dan bij u het kwartje gevallen dat het echt anders moet? Want u bent heel lang verantwoordelijk geweest voor die regering. Wij hebben als kabinet als geheel in mei, juni, en wij hebben het in juni. Ja, in mei werd het bekend langs bij de politieke en ambtelijke leiding van Financiën. En wij als kabinet hebben in juni 2019 kwamen we erachter, de volle omvang, hoe groot. Toen kwam Menno Snel naar het kabinet en zei, dit is huge. Het is veel groter dan we dachten. En is toen ook de knop omgegaan van gaan meer, want tot op de dag van vandaag blijft om zich vragen stellen en is telkens weer verbaasd over wat er boven tafel komt. Wat we weer teleurgesteld. Absoluut. Nee, en dat hebben we dus nu besloten. Dat we die weigeringsgrond, als het gaat om die wet openbaarheid bestuur, dat we die dus anders toepassen. Waar het gaat om persoonlijke beleidsopvatting, moet je er wel voor zorgen dat je ambtenaren wel beschermt. Dat die niet ineens met naam en toename in de krant staan. Dus dan moet je wel verstandig doen. Maar dat in ieder geval die informatie veel meer naar buiten komt. Oké, dus als Omtzigt in de Kamer blijft, dan gaat hij de komende jaren makkelijker krijgen om de informatie te krijgen die je nodig hebt. Dat belooft u hier. En wat mij betreft gaan we daar echt ver in. Ja. Formatie? Vanaf overmorgen? Morgen of niet? Overmorgen? Ja. Ja, ik hoop dat ik erbij zit en daar een rol in mag spelen. Zin in? Wat is leuker, campagne voeren of onderhandelen? Nou, om te beginnen, ik vind het dus jammer dat die campagne voorbij is. Sorry, dat is toch een beetje gek, geloof ik. Maar ik had nog wel even doorgewild. Ook met alle aanvallen? Ja, maar die zijn ook niet heel kwaad bedoeld. Ik bedoel, dat hoort ook natuurlijk bij de politiek. En het is ook schurend. Ik merkte dat vanavond ook weer in de debatten. Als je dan zit te kijken naar je collega's, die persoonlijke verhoudingen zijn allemaal goed. Maar op de inhoud, als daar Hoekstra tegenover Klaver staat of Lilian Ploemen tegenover Lilian Marijnissen, dan is het op de inhoud is het een fel debat. Ja, we hebben nog een emmertje.